Goed, we gaan het vandaag hebben over een nieuw onderwerp. Namelijk, inderdaad, de Grieken en de Romeinen. En aan de hand daarvan, om jullie daar kennis mee te maken, ga ik een mooi verhaal vertellen. Een verhaal waar jullie allemaal iets mee te maken hebben, tenminste veel van jullie. Sterker nog, veel van jullie trekken vaak iets aan als ze bijvoorbeeld naar buiten gaan, naar school, wat ook met dit verhaal te maken heeft. Het heeft inderdaad te maken met dit teken, Nike. Oh ja? Ja. Serieus? Inderdaad. Oké, jongens. Yes, sir? Je mag het straks pakken, oké? Eerst even luisteren, ja? 390 voor Christus, dus al heel erg lang geleden, was er in het Midden-Oosten een heel groot rijk. Dat noemden we het Perzische Rijk. Daar was één iemand de baas, namelijk Darius de Grote, de koning. En die koning, die heerste over dit hele gebied. Dus vanaf Turkije, door het Midden-Oosten, Irak, Iran en uiteindelijk helemaal naar India toe. En zelfs Egypte hoorde er ook nog bij. Een stukje van Tunesië inderdaad, ja. Dit trouwens niet jongens, alleen tot aan hier, tot aan de Bosporus, hier zo. Hier in dit gebied, dat is Griekenland, het oude Griekenland, daar wonen de Grieken. En die Grieken hadden een hele bijzondere stad, namelijk hier Athene. En Athene, daar was het een heel bijzonder bestuur. Er was namelijk niet één iemand de baas, er was geen koning de baas, nee. Daar waren de burgers de baas, die mochten namelijk meebeslissen. En daardoor kwam er besluitvorming, dat noemen we een democratie. Die Atheniërs, die hadden ruzie gekregen met het Perzische Rijk. Dus dat kleine stadje, die Athene, zo'n klein stadje had ruzie met het hele gigantische rijk. Wat hadden ruzie met elkaar? Hier aan de kust van Turkije zaten een aantal handelsposten van Athene, waar Athene handel mee dreef. Daar hadden ze ruzie over gekregen. Op wie daar nou eigenlijk de baas was. De Perzen zeiden, wij zijn nou de baas. Athene zei, nee, wij zijn nou de baas. Zijn onze handelsposten, wij zitten daar. Dus daar hadden ze ruzie om gekregen. Maar deed Darius, de koning, die stuurde zijn grote vloot met schepen vanaf de Turkse kust naar Griekenland toe. En als je ziet, hier zit Athene, ligt net niet aan de kust, maar aan de kust ligt wel een plaatsje Marathon. En Griekenland is heel erg rotsachtig. Niet overal kunnen die schepen aan land gaan. Er was eigenlijk maar één goede plek bij het plaatsje Marathon waar die schepen aan land konden gaan. Want zoals je hier op deze tekening ziet, had je allemaal rotsen en dat was een strand waar die schepen dan makkelijk aan land konden gaan. En je moet je voorstellen dat die schepen waren niet 1, 2, 3 of 4, nee, het waren honderden en honderden schepen. Met zo'n 30.000 soldaten erop. Die allemaal klaar stonden om die Grieken de pan in te hakken. Maar die Grieken, die waren natuurlijk hartstikke zenuwachtig, maar die waren niet zo dom, die waren wel slim. Die hadden namelijk een hele slimme tactiek bedacht. Een tactiek die bekend staat als de phalanx. Dat houdt in, als ik een groot schild heb, en de man naast mij, Osamastaas op, heeft ook een schild in zijn andere hand, in die, heel goed, zo. En ik heb de mijne hier, dan beschermt mijn schild een stukje van jou, en jouw schild beschermt ook een stukje van jou en de man naast jou. Ja. Zo zijn we één grote muur, met allemaal als allemaal naast elkaar staan. En de spieren in onze hand kunnen we onderdoor steken. En dan lopen we naar voren inderdaad. Op deze manier, dankjewel Osama, zijn wij als het ware een ondrinkbare muur. Ja, Jesse. Ja, dat zijn ook met films. Dat staan ze hier en dan hebben we boven ook schild. Precies, die hebben we als 400 gezien, dan zie je dat inderdaad ook. Zometeen andere vragen. Eerst even luisteren nog. Dus die Grieken hadden een hele slimme tactiek bedacht. Egypte? Ze waren namelijk veel, veel minder. Ze waren maar met een paar honderd, een paar duizend hooguit. En die Persen die waren wel met een heel gigantisch veel. Nou, die Persen,
Die kwamen aan bij het strand en daar stonden al die Grieken al klaar uit Athene hoor. Die stonden op te wachten en die Perzen stormden uit hun boten en die kwamen naar voren op paarden. Maar ze liepen tegen die muur aan. En sterker nog, die muur wist die Perzen weer terug te dringen naar de zee toe. Ja, die Perzen raakten in paniek, want er kwamen mannen achter hun, mannen voor hun. Dus die vielen en die verdronken allemaal, die moesten vluchten weer naar die boten toe. En zo wisten de Grieken die Perzen achterop te jagen en vervolgens een paar ook neer te halen. En zo wisten ze dus weer uiteindelijk terug te dringen. Nou, die Grieken hartstikke blij, die Perzen die droop weer af, die gingen weer terug naar Darius om te zeggen wat er gebeurd was. En op dat moment was het eventjes voorbij de oorlog. Nou, die Grieken blij, maar ja, het nieuws moest nog verteld worden in Athene. Weet jullie nog? Hier, Griekenland. Athene is hier, ietsje verderop lag het plaatsje Marathon. En dat plaatsje Marathon tot Athene, het was precies 42,5 kilometer. Hé, maar wacht eens eventjes. Als wij de marathon lopen, op het Amsterdamse marathon, lopen we ook die afstand 42,5 kilometer. Dus daar komt die afstand vandaan. Daarom heet het ook marathon, vernoemd naar het plaatsje Marathon, naar Athene 42 kilometer. Daar komt dat vandaan. Maar ja, dat nieuws moest nog verteld worden in Athene. Nou, wat kozen ze? Ze kozen de snelste renner uit van die soldaten om het goede nieuws te gaan vertellen. Nou, je had een hele snelle kerel zat ertussen. Nou, die rende zo hard als hij kon, rende hij naar Athene toe. En die kwam uiteindelijk aan in Athene op het grote Agora, het grote centrale plein, waar alle belangrijke mensen zaten. En hij kwam bij de verhoging waar de regeringsmensen op zaten. En hij stortte neer nog half en hij kon nog net met zijn laatste adem uitroepen. Nike! En toen... Ja, en wat betekent Nike? Oh, Nike. Nike betekent overwinning. Overwinning, de god van de overwinning, godin van de overwinning, Nike, is dus... Is hij toen doodgegaan? Ja, hij is uiteindelijk, is het verhaal verteld dat hij inderdaad van vermoeidheid in elkaar stortte en uiteindelijk ter plekke stierf, inderdaad, ja. Dus hij kon net met zijn laatste adem uitroepen Nike en daarom ook dat wij dus nu Nike schoenen zijn vernoemd naar de godin van de overwinning, Nike, Nikea. Maar hoe komt de godin op mijn manege, die heet ook Nike. Die heet ook Nike, ja, nou ja, precies. De godin van de overwinning, ja. Maar hoe komen ze nou op dat dingetje? Hoe komen ze op dat dingetje? Ja, ik denk dat die vent, die moest heel hard... Rennen. Zo hard als een bliksemschit. Zo hard als een golf, als een wind, als een... Dus ja, kon de vandaar... zo snel rennen? Nee, ja, bij wijze van spreken natuurlijk, hè. Dus niet echt, maar... Dus vandaar inderdaad zo'n teken, heel snel, pats, als een bliksemflits. Ja. Als dat zo, dan blijf ik hier in de letters. Ja. Oké. Dus, marathon... Nike zijn dingen die we kennen vanuit de Griekse cultuur, vanuit de Griekse geschiedenis. Zijn er nog meer dingen die jullie kunnen opnoemen die te maken hebben met het nu en de oude Grieken? Die kan iets opnoemen. De Olympische Spelen, heel goed, ja. Olympische Spelen. Want dat was één keer in de 4 jaar bij de berg Olympus om Zeus te eren, op een god. Wat nog meer? Tempels. Ja, maar voornamelijk... De bouw van die tempels. Ja, helemaal met die palen. Precies. Ja, die zuilen, die grote pilaren, die zie je heel vaak bij gebouwen. Dat is van de Grieken inderdaad. Heel goed. Wat nog meer? Onze woorden en zinnen. Heel goed. Veel woorden en zinnen, zoals het woord democratie, is een Grieks woord. Demo betekent volk en kratie betekent bestuur. Ja. Volksbestuur. Volksbestuur, inderdaad. Yes, sir.